Weg met politie, weg met politie. Politie is barbaars. Dit is een video van mij, Joske Bagaar, van een paar jaar geleden toen wij protesteerden. Wij protesteren. En wat is er mis met jullie? Wij protesteren. Wij, daar beneden. Weg met de politie. Wij protesteren. Wij protesteren. Ikaron. Ikaron, waarom ben je altijd hier? Overal waar ik je... Ik kom overal tegen. Hey, jullie mogen allemaal weggaan. Jullie mogen allemaal gewoon het gebied gaan verlaten, ja. Nee, zeker wij niet. Wij protesteren voor het klimaat. Maar en voor staan, dit is dat jullie altijd mensen aanhouden zonder geen reden. Zonder een reden. Nou, dit is jullie eerste vordering om het hele gebied gaan te verlaten. Heb je geen zakgeld gekregen of zo? Jullie mogen nu dit de is openbaar terrein. Dit is openbaar terrein. Jullie mogen gewoon het gebied openbaar gaan verlaten. Dit is openbaar terrein, meneer. Dit is openbaar terrein. Vordering 2, jullie mogen nu weggaan. Jullie mogen allemaal weg hier gaan. Ah! Nu. Afstand. Waarom slaan we man? We willen ook protesteren voor een beter klimaat. Je mag alleen gaan. Jullie mogen gaan. Jullie mogen het gebied, jullie mogen het gebied gaan verlaten. Hé, hey, doe normaal jongen. Doe normaal. Okay, dus, dit is je tweede vordering om het gebied gaan te verlaten. Nu weg. Weg. Nu. Wij protesteren. Wij protesteren. Toch. Jullie mogen allemaal hier weggaan, ja? Jullie mogen weggaan. Jij mag ook weggaan. Wat er aan de hand is. Nou. Mooie auto, hè? Stop met rijden. Donder op met je auto. Deze meneer moet jullie voeren. Hij is bezig, meneer. Politie, weg met de politie. Weg met de politie. Meneer agent, hij is bezig. Nou, er is hier protest gaan en jij staat hier tussen. Dus nou, deze protest horen met mijn zorgen bij mij. Dus even graag opdonderen hier. Kom, nee, zeker man, laat me instappen. Hé, hey, agent, zou je even aan een broodje collega-agent... Hé, collega-agent, even een broodje vragen of hij even broodje in niet zou kunnen gaan, broodje. Welke? Protesteren, wij protesteren, wij protesteren, wij protesteren, wij... Hé, heren, even iets illegaals bezig. Jullie mogen allemaal weggaan. Nee, openbaar terrein! Als ze foto's geven, dan worden jullie aangehouden. Weg met de politie! Weg met de politie! Ga eens even tegen de auto met je handen. Oh, hoezo zit jij nou weer bij politie? En hij ook? Hey, goeiedag. Dit is openbaar terrein! We gaan een zaak tegen jullie spannen. Ja. Kan je even de hand daar tegen de muur aan doen? Nee, iedereen mag hier gewoon het gebied gaan verlaten. Het is openbaar terrein! Voilà, fliek. Ik dacht wij doen vrede voor beter klimaat, nee hoor. We zijn hier tegen de klimaat, dat is duidelijk. Nee, man. Hij had zijn collega neer, wat een sukkel. Wij protesteren voor de klimaat. Betere klimaat. Betere klimaat.
Betere klimaat! Hey, betere klimaat! Betere klimaat! Wij zijn protesteren! We doen niks fout! We doen niks fout! Jawel. Helemaal niet, het is gewoon voor de bank. Ik ben niet op de weg, ik ben niet zeker op de openbare niet. Weg. U bent de openbare orde aan het verstoren. Helemaal niet, toch ik ben aan het fucking protesteren! Jij bent bakfietsagent, jullie mogen je allemaal gebied gaan verlaten, ja. Gewoon hier weg. Ik ben zeker bakfietsagent, alleen dit is niet de manier. Dit is jullie eerste vordering om het gebied te verlaten. Ja, laat je dan gewoon in een tunnel onder de grond graven, zodat bij niemand de derde ziet, je zodat agent niet last van heeft. Nee, tuurlijk niet. Werkt toch niet. Ja, ik wil helemaal niet. Ik ben aan het klappen. Welke orde ben ik aan het verstoren? Ik zie hier helemaal niemand buiten jullie twee. Zeker wel iets verkeerd. Meneer, jullie mogen nu met z'n drie het terrein gaan verlaten. Vier, zie ik hier. Wauw, jullie zijn echt tegen het klimaat, hè? Ik dacht nog dat je voor het klimaat was met je bakfietsje, maar je bent helemaal tegen het klimaat. In dit geval wel, ja. Nou. Ja, bent tegen ik dacht dat de politie nog een klein beetje goed was. Je poept gewoon CO2. Meneer, jullie krijgen met z'n vier nu vordering 2 om het gebied te verlaten. Ja, wat als wij niet vorderen, wat als wij niet weggaan, wat gebeurt dan? Dan worden jullie alle vier aangehouden. Ja, op basis van wat? Op negeren van een bevel van een aaien. Ja, bevel van mijn kont, man. Gaan we protesteren ofzo. Pardon? En belediging van de ambtenaar, vind ik. Hoezo belediging? Ik zeg helemaal niks tegen jou. Nee, maar die komt er dan wel bij die. Ja, die komt helemaal nergens bij, man. We zijn gewoon aan het protesteren en jullie gaan gelijk bos. Hé man, je klinkt wel een beetje verbeld. Jullie mogen gewoon het gebied gaan verlaten, ja. Welk gebied? De bankgebied. Zeker. Oké, we gaan weg. Oké, we gaan naar weg. Jullie kunnen ook met z'n allen. Hey, ik wil jullie allemaal niet meer zien hier. Nee, dat geldt ook voor u. Ja, rustig maar. Ja, toch. Ja.